Fred zegt me juist, hij heeft een jeugdtrauma opgelopen en daar ben ik schuldig aan. Ja, want ik heb een rol gespeeld, Dolf de Kraai, in Alfred Judokus Kwak. Maar ik wil Fred toch wel vertellen hoe dat is ontstaan. Bij Herman van Veen in de studio waren er alleen nog maar tekeningen van de uiteindelijke tekenfilmserie. En daar kwam dus Dolf ook in voor. En Dolf moest en zielig en tegelijkertijd een enorme ploert kunnen zijn. Dus we deden verschillende stemmen. Zo'n stemmetje. We zochten naar een goede stem. En toen zei ik, ja, wij hadden vroeger, mijn vader had vroeger een accountant. En daar was alles groot aan. Hij had een grote Amerikaan, een groot kantoor. En hij had ook grote facturen. En die man, die had een eigenaardige stem. En die stem kon mijn vader nadoen. En daarmee had hij Willy Alberti op de kast gejaagd. Want hij belde Willy Alberti op en zei, je spreekt hier met Rinus. Wil, ik heb niet zo'n prettige mededeling voor je, want jij hebt toen vorig jaar heb je die snabbels in Duitsland gedaan. Daar heb je 20.000 mark mee verdiend, maar daar is de belasting is daar achter gekomen, dus dit moet je nog betalen. En daar trapte die in. En zo deden Willy Alberti en mijn vader elkaar wel eens in de maling nemen. Dus ik zei, ja, deze stem heb ik. Dus eigenlijk een imitatie van mijn vader. En Herman van Veen was er weg van. Dus dat is eigenlijk hoe het is gegaan met Dolf. Want het is eigenlijk een beetje zielig. Maar als hij kwaad wordt, dan praat hij zo. Oh, Fred, sorry. Ja. Ik zal het niet meer doen.